Het strand van Scheveningen dinsdagmiddag. Het lijkt wel over twee heuse piramides gebouwd worden. En 's avonds is de stapel van Scheveningen dorp alweer hoger. Het doel van de Scheveningers is om Duindorp te verslaan, want zij hadden vorig jaar de hoogste brandstapel. Scheveningen pakt het daarom dit jaar dus serieus aan. Ja, dit jaar kunnen we dus een wereldrecord winnen. En we kunnen dit jaar de Scheveningse Courant Vreugdevuur Cup gaan winnen. Ja, we hopen uiteraard dat wij dat dit jaar gaan worden. En de jongens zijn al druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Waarom zijn jullie hier? Speciaal voor het Vreugdevuur van Duindorp Scheveningen. Ja, u bent ook even daar geweest? Ja. En hoe zag die eruit? Ja, ook heel hoog, maar deze is hoger. In Duindorp voelen ze de druk. Vanochtend komen flink wat mensen even kijken hoe de bouw hier vordert. Maar het is nog steeds onduidelijk wie nou de grootste heeft. Ze zijn echt heel erg hard bezig, heel hoog. We vroegen ons net al af hoe hoog, maar daar zijn we nog niet achter. Ja, ik woon hier, dus daar moet je toch even bijhouden hoe het erbij staat. Hè? En hoe doen ze het, uw jongens? Ja, ze doen het hartstikke goed. Ik ben helemaal trots op ze. Echt wel. Nu is de concurrentie hevig, dat is duidelijk. Wie gaat er winnen? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik kom maar even hier kijken. Ik zou het echt niet weten. Ik heb alle vertrouwen in mannen van Duindorp, zeg maar. Maar wel flinke competitie van Scheveningen nu. Ja. En zo te zien denk ik dat daar iets hoger is dan hier. Maar, oh jee. Ja, dat wordt heel problematisch. Maar de strijd is nog niet beslist. Want op Oudjaarsdag wordt er ook nog flink gestapeld. Aan de strijdlust van de Duindorpers zal het in ieder geval niet liggen.